Red Carpet Radio. Dag kijkers, dag luisteraars. We zijn hier in Enschede. Waarom zijn we in Enschede? Omdat wij net naar de Scrooge zijn geweest. Een geweldige musical, geweldig gespeeld. En u ziet straks voor ons de preview. Volgend jaar gaat die in première rond de kerstdagen. Dus je moet wel nog 12 maanden wachten. Maar straks wel bij ons de preview. En op de kerstdag ook online te bekijken. De bedoeling was dat we het zouden spelen, het liefst nog voor meer dan 100 mensen. Maar helaas, ja, door de coronamaatregelen kan dat niet. En terecht, dus daar zijn we het ook wel mee eens. Maar wat heel fijn is hier vanuit het Wilmingtheater en van Judith Hartman, is dat we wel de hele voorstelling mochten maken. Met alles erop en eraan, zoals je hebt gezien. Met het decor, met het live orkest. En dat hebben we nu gedaan voor volgend jaar. Het is ook heel dubbel, want we hebben nu met acteurs gerepeteerd en met heel ensemble. Alleen dat is, die gaan er volgend jaar misschien niet bij zijn. Dus we zijn vooral de voorstelling ook technisch aan het maken, zodat we weten van volgend jaar, dit hebben we gemaakt, zo gaan we het doen. Het is toch een bekend kerstverhaal en met zo'n goed gevoel. Je gaat met zo'n goed gevoel uiteindelijk het theater uit. Dus ja, in die lijn vinden we wel mooi om echt die Engelse, mooie, traditionele kerstverhalen met kerst te vertellen. Mooi kan je eigenlijk het kerst nooit beginnen. Het verhaal vertellen en het spelen van deze voorstelling Scrooge is gewoon... ja, een cadeautje. Wij zijn denk ik zo'n beetje de enige in Nederland die met een hele grote theatershow nu bezig zijn. Met het doel om een volle bak wekenlang te hebben. De spanning van een volle zaal en een echte première, dat is eigenlijk waar je het voor doet. Dat is zo'n prettige zenuwen die je kan hebben, waardoor het kan gaan knallen. En waardoor iedereen net een beetje boven zichzelf uitstijgt. Dat is misschien iets moeilijker te halen nu. Ik hoop dat we later terug kunnen kijken op de karigste kerst ooit. En dan kunnen we zeggen wat fijn dat het weer mag en dat we weer wel met z'n allen mogen. En, wat mij betreft vind ik het niet zo heel erg wat er nu gebeurt. Het mag ook wel een beetje minder. Ja, misschien een beetje een Scrooge-opmerking. Nee, maar toch, ik bedoel, het past een beetje in het Scrooge verhaal. Dus wat dat betreft, daar klopt het helemaal. Ik haat kerstmis. Kerstboom. De kerk achter mij. Wow, wat een decor. En dat decor hebben we net ook gezien bij Santa's Revue. We hebben dubbel gelegen van het lachen. En natuurlijk hebben wij de hoofdrolspelers geïnterviewd, waar we nu naar gaan kijken. Die poep maait iets van 30. Hoogstens 30, ja. Er werd heel leuk gereageerd en ja, een volle zaal is heerlijk, maar dit was... Het, ja, wij spelen alsof er 1000 man zit. Het maakt niet meer uit. Nee. Zo spelen we gewoon. Het voelt zo goed om iets binnen je eigen kunnen weer te kunnen bijdragen. En dat, dat heb ik wel gemist sinds maart. Dat werd tijd. Ik wens je een mooie wenska. Ik wens je een mooie wenska. Ik wens je een mooie wenska. Met een lachje en een traantje. Het is eigenlijk al stiekem een beetje een traditie hier. Dus we zijn denk ik 7 jaar begonnen met Borget Topa, met kerstmis. En dat ontstond in tentjes rond de kerk en de markt. En hier allemaal geïnitieerd door Gerard Cornelissen en het Wilmingtheater. En toen ben ik met mijn zus begonnen met Diner voor één, Dinner for One, maar dan op zijn Twents. En langzaam kwam daar de kerstrevue omheen. En dat is zo uitgegroeid tot een traditie. En dit is geloof ik de 5e kerstrevue al op rij. Ja, nou, ik ben voor het eerst hier. En ik kende Bruun, maar had nooit met hem gewerkt. We zouden een keer iets doen, dat ging niet door.
Nou ken ik Gerard Cornelis, die het allemaal organiseert, al 49 jaar. Uit ons verleden in Amsterdam. Dus dat is ontzettend leuk dat mede daardoor ik nu hiervoor gevraagd ben. En dit mee mag maken. Dat is toch een feestje. Swing er gewoon van het podium af met ook een hele leuke twist en hele mooie boodschap. Ook wel in, ook een beetje de boodschap van corona erin. Maar het was over te noemen. Op een gegeven moment stond dat erin. Ik heb gezegd, ik ga dat woord niet zeggen. Nee, bewust niet dat woord zeggen. Ja. Het woord contactberoep zit erin, maar we hebben het niet over corona. Het enige wat ik iedereen wens is heel veel liefde voor elkaar. En daar voeg ik dan aan toe in een heel gezond 2021. En laten we beginnen bij kerst. Ja, en nou zijn we natuurlijk in Twente, dus hoe doen we dat op z'n Twents? Nou, gezond 2021 zou ik zeggen. En een heel vrolijk en zalig kerstfeest. Kijkers en luisteraars van Red Carpet Radio, vanaf deze idyllische plek wil ik jullie een geweldig en een mooi kerstfeest toewensen, maar vooral een gezond en gelukkig 2021. En dat we alles weer kunnen in 2021.